Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Toll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. See the blazing Vanuit de Remonstrantiekerk in Bussum heet ik u allen hartelijk welkom. Hopelijk maakt u het goed genoeg in deze voor vele pittige tijden. Wat had ik u hier graag live onder dit dak willen welkom heten vanavond, na een lang en moeilijk jaar. Wat had ik graag onder begeleiding van deze geweldige muzikantenfamilie samen met u live kerstliederen gezongen, om samen na afloop het glas te heffen. Kerst digitaal vieren, kerstavond in de kerk, zonder de mensen fysiek aanwezig, wie had dat ooit kunnen voorspellen? Het beroemde kerstverhaal begint met een volkstelling. De mensen moesten op weg naar hun huis van geboorte om zich in te laten schrijven. En zo werden wij afgelopen maart als volk collectief naar huis gestuurd. En moeten we daar langer blijven dan ons lief is? Vanuit huis ervoeren we afgelopen jaar oplevingen van nabijheid, solidariteit, genegenheid. We klapten en zorgden voor elkaar. Toen het na de zomer langer bleek te duren,
werd de spanning voelbaar. We werden beproefd. Het duurde steeds langer en dit najaar kroop er moeheid in ons systeem. Frustraties, zorgen, verveling. Ik hoorde mensen zeggen, ik verlang terug naar die eerste periode van corona, toen we nog zo zacht voor elkaar waren. De warme blikken op straat, de nabije gesprekken. Ik hoop dat de mensen dat niet zullen vergeten. En nu vieren we kerst, soberder dan ooit. Een stille nacht, meer gelegenheid voor reflectie dan ooit. Een groter verlangen naar samen zijn, vrede en licht dan ooit. Een heilige nacht. Kom dan. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in de voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Eeuwige bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
Laten we naar Bethlehem gaan om met onze eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in een voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen vertelden. Maar Maria bewaarde deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Het is niet makkelijk om iets te zeggen met kerst dit jaar. Er is namelijk te veel te zeggen. Er is te veel gebeurd in de wereld, in de samenleving, met ons allemaal. Er kwam zoveel op tafel, zoveel boven tafel. Ik besloot terug te gaan naar een warme herinnering. Een herinnering die voelt als een visioen. In de kerk in Amsterdam, waar ik jarenlang voorganger ben geweest, wordt al 50 jaar een open huis georganiseerd op eerste kerstdag. De deuren gaan open voor een ieder die geen kerstfeest heeft of die een ander soort kerst nodig heeft. Het is overdag volle bak. Er komen zo'n 1500 mensen binnen. Dak- en thuislozen, mensen net uit het gevang, de prostituees van om de hoek, asielzoekers, families die kerst liever daar vieren dan met hun ruziënde familie, alleenstaande. Er zijn schmiedtafels, knutseltafels. Er wordt simultaan geschaakt tegen een grootmeester, gebuikdanst. Er is een open podium waar mensen vrij mogen optreden en de hele dag lekkers. Om 6 uur 's avonds gaan de deuren dicht. De kerk wordt verbouwd. Lange tafels gedekt. 800 mensen schuiven aan en krijgen een 3-gangen diner. Er is een lange lijst met vrijwilligers, een wachtlijst zelfs. 20ers, 30ers, 40ers, die verder nooit in de kerk komen, maar die jaarlijks komen helpen omdat ze voelen, dit klopt. Dit is het kerstverhaal. Dit is de herberg. Hier wordt het leven gevierd, zoals het is met alles wat erbij komt kijken. Dit is echt. Dit is waar. Een van mijn dochters, toen 1 jaar of 12, zat aan het diner naast een meneer die eruit zag als een dakloze. Bij de eerste gang zei hij haar: sorry dat ik niet zo lekker ruik. Mijn dochter greep naar haar broekzak, keek hem aan en vroeg: wil je misschien een smintje? Ze vroeg hem waar hij woonde. Hij antwoordde: overal,
en nergens. Hij vroeg haar waar zij dan woonde. Laren, antwoordde ze. Ik merkte dat ze zich een beetje geneerde en dacht, durf ik dat nu wel te zeggen? Daar ergens, weet je wel, in dat groene en welvarende Gooi. Laren, zei hij, maar daar ben ik geboren. Hij bleek ons huis te kennen, de school van de kinderen en om de hoek bij ons te zijn opgegroeid. Mijn dochter had te veel gesnoept en liet de helft van het eten onaangeroerd. Hij vroeg of hij haar bord mocht leeg eten. Zij vroeg of ze hem nog een glaasje wijn zou inschenken. Ze hadden de tijd samen, maakten grappen, hadden een gezellig diner en wensten elkaar na het eten het beste. En zo leerde mijn dochter hoe het verkeren kan. Hoe, zelfs als je wieg op dezelfde comfortabele plek heeft gestaan, het leven volstrekt anders kan lopen. Door pech en het lot. Voorbeelden die jou kleiner maakten in plaats van opbouwden. Toevalligheden die verkeerd uitpakten. Het systeem dat zich tegen je keerde. Afslagen die je misschien niet had moeten nemen. Kansen die je niet pakte. Hoe kwetsbaar we zomaar kunnen zijn en worden. En hoe je als vreemde naast elkaar zit en toch van alles blijkt te delen. En juist dit jaar werd ik gebeld door meerdere mensen. Zeg dat open huis van die kerk daar in Amsterdam, kan ik niet helpen. Mijn studentendochters en enkele vriendinnen van ze, voor wie dit ook geen makkelijk jaar was. Eenzaamheid was niet alleen bestemd voor ouderen. Zeiden, kunnen we meehelpen dit jaar? We hebben al een lijstje gemaakt met andere studenten die ook willen. Maar het open huis kan dit jaar voor het eerst in 51 jaar niet doorgaan. Wat een gemis. Want juist plekken als deze herinneren ons aan onze gemeenschappelijke waardigheid. Aan onze diepere waarden, aan wat we voelen dat waar is. Zonder dat we het onszelf of elkaar hoeven uit te leggen. Nu maak ik een stap naar onszelf. Kerst 2020. We kijken terug op alles wat er gebeurd is. We werden allemaal op een bepaalde manier geraakt. Ons mens zijn werd aangeroerd. De samenleving werd verwond en aangespoord tegelijk. Deze gemeenschappelijke breekbaarheid wendt ons naar elkaar toe als nooit tevoren. De herbergen bleven gesloten. We missen elkaar. Ook de mensen die niet tot de 2 of 3 behoren die je thuis mag ontvangen, maar die je wel graag ziet, die je tegenkomt in het café, in de kerk, in de supermarkt, bij de groente waar je rustig kan bijpraten, langs het sportveld, in de bibliotheek, het buurthuis. Of die mensen die je plotseling leert kennen in een toevallige ontmoeting die jouw leven verrijken. En kleur geven. Onze tafels werden noodgedwongen kleiner, maar onze gesprekken aan tafel en binnenin onszelf werden groter. De wereld kwam binnen als nooit tevoren. We werden bevraagd op onze context, onze medemenselijkheid, binnen en buiten onze landsgrenzen. Onze eenzaamheid maakte ons gevoeliger voor anderen. Onze sociale antenne werd aangezet. Het sociale weefsel dat ons verbindt kwam opeens sterk naar voren. Hoe gaat het met je? Werd een oprechtere vraag. Een oprecht antwoord volgde vaak. We gebruikten het afgelopen jaar woorden die in vergetelheid waren geraakt, maar die ons iets zeggen over hoe we graag willen leven vanuit compassie. Nabijheid, eenvoud, meer met elkaar, minder alleen, vanzelfsprekender, warmer. We deelden van ons leven als nooit tevoren. Minder ieder voor zich, maar die God daadwerkelijk voor ons allen. En wat deed dat ons goed? De engel zei, wees niet bang. Ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met vrede zal vervullen. Ik hoop dat de mensen niet vergeten hoe solidair
en warm we met elkaar kunnen zijn, hoe gul. Ik hoop dat ik niet vergeet hoe ik dit jaar geraakt werd. Welk verlangen en welke gezamenlijkheid in mijzelf naar boven kwam. Hoe het duidelijk werd hoe we elkaar op de been kunnen houden. Hoe we door elkaar op de been gehouden worden. Hoe je niet kunt blijven staan alsof er niets aan de hand is, terwijl een ander om je heen wankelt. Onze tafels werden kleiner en korter, maar onze harten werden verruimd. Kerstnacht. God komt tot ons als een klein, kwetsbaar, nieuw mensenleven, als hoop en licht voor de wereld. En de engelen zingen hun loflied. Dit verhaal daagt ons uit om na te denken over wat we aan medemenselijkheid koesteren, wat we met elkaar en in onszelf willen hooghouden. Het herinnert ons aan de hoop dat we die mensen kunnen zijn die we soms zelf zo hard nodig hebben. Dat we mogen hooghouden wat waar is, omdat het onze harten verlicht. Dat we de deuren van onze innerlijke herbergen voor elkaar openhouden. Onze tafels blijvend verlengen. Opdat het ons gezamenlijke zelfvertrouwen en onderlinge waardigheid vergroot. Dat we lichtstralen voor elkaar zijn en meewerken aan een wereld die licht ademt. Een wereld die ons borgt in vrede. Dat het zo mogen zijn. Doem, doem, doem. Bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey. But everything will be alright, go and raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. As the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. The dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and I'm flying on the dark. I'll carry this torch for ya, that you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, eh. But everything'll be alright, go raise a glass and say, eh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. Do 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 do
refrein naar Henriette Roland Holst. Laten we elkaar gedenken in onze gebeden. Gebeden hebben kracht. Ze komen gegleden als stralen door de nacht. Gebeden zijn gedachten, gedrenkt met innigheid. Hun mild bewogen vrede geneest de eenzame pijn. Laten we elkaar gedenken in onze gebeden, opdat we geheeld mogen zijn. Met in gedachten onze overledenen, die we dit jaar misschien nog wel extra missen. En voor wie een extra engeltje nodig heeft, stuur ik u een angel to go. In het vertrouwen dat we opgevangen worden en verder gedragen, daar waar we het zelf niet meer kunnen. Dat we engelen voor elkaar mogen zijn. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entendu l'hymne de Dieu et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. We collecteren vanavond voor het Kinderfonds Mama, dat sterke lokale vrouwen in Zuid-Afrika steunt in het bieden van eten, zorg en bescherming van kwetsbare kinderen. Op dit moment kwetsbaarder dan ooit. En ook voor het bekostigen van een digitale kerstuitzending als deze. Uw gift is erg welkom. U vindt de link onder het YouTube-filmpje. En tot slot van deze dienst wil ik graag het glas heffen op u. Op ieder van ons, op ons samen. Ik wens u toe wat u nodig heeft. Licht, warmte, vrede en alle goeds. Laten we ons sterken in onze gezamenlijke draagkracht en hoop en in het vertrouwen dat het goed zal komen. Dat de Eeuwige niet laat varen het werk dat zijn hand ooit begon. Haar liefde zij met u allen. Op een lichter en gezegend 2021. Amen.